Goedemiddag uit Oviedo. We zijn verhuisd een beetje van de kust naar het binnenland. En nu lekker op de weg naar het centrum. We staan lekker gratis geparkeerd op een camperplaats van de stad. En we gaan nu kijken of we de bus gaan vinden om het centrum in te kunnen. Om daar een beetje rond te kijken. Gisteren hebben we een keer niet gevlogd. Had nog genoeg te doen. Moesten we even de camper naar de garage omdat die gloeibougies vervangen moest worden. Want normaal gemiddeld gaan ze 100.000 kilometer mee, maar we waren 103. En het servicelampje brandde dat daar service nodig was. Je zal het maar hebben op je vakantie. Maar goed. Gelukkig de Renault garage in Luaka, zeg ik ga. Die kon de gloeilamp bestellen, de gloeibougies. En wij konden vanochtend direct aan de slag geholpen worden. Maar goed, nu op de weg naar de bus. En dan het centrum in. En kijken hoe het is. Het weer in ieder geval is een stuk beter dan aan de kust. Lekker warm. En Rolf heeft weer zijn hoedje op en zijn zonnebril. Nou, perfecte timing. Hij kwam bij de bushalte en de bus kwam er ook aan. Nou, nu voor 1,20 pp eventjes naar het centrum. Waarschijnlijk is het ongeveer 3-4 kilometers, maar we hebben een staanplek. Dus wij komen er wel. Na een flinke rit met Fernanda Alonso met de lijnbus C2. Tot aan de station hebben we maar besloten uit te stappen, want de bochten waren echt scherp genomen en met blank gas de rechte stukken op. Gaan we nu maar het stukje gewoon richting centrum verder lopen vanaf station. Het zal denk ik niet zo ver moeten zijn. En gewoon lekker langs de winkeltjes. En wie weet, misschien zien we nog wat lekkers om te eten. Nou, dan laat die dametjes zijn gefilmd. Nog eventjes dat hele mannetje erbij. Moet je kijken wat een mooie staat die heeft. Jemig kriegers. Is wel prachtig. Alleen jou, die veetje dan zo vies worden als je over de grond gaat banjeren. Hè? Nu nog even een rat slaan. Veetjes opstellen, dat zal nog helemaal gaaf zijn. Als wenk je op je wenken wordt bediend hier. Nou, blijf jij maar even hier staan, jongen. Hoppakee, hop. Is die niet mooi? Nou, is toch even genieten hier.
Lekker met de vogeltjes. Af en toe een toeter van de auto. In de verte blaffen een paar hondjes. En alles midden in de stad. Zoals Karin net had uitgezocht, is dat al de oude universiteit. Dat is mooi. Ik hou van deze gangetjes. En daar is een andere uitgang. Gaan we die maar gebruiken om daar weer uit te lopen. En terrasjes. Ik denk we komen in de buurt van tapas. Anders waren hier ook geen terrasjes. Ik vind deze stad is wel leuk. Mooie oude gebouwtjes. En ook nog redelijk verzorgd. En op dit moment van het jaar niet echt druk. En het weer is ook zo dat je best wel kan lopen. En het volgende weggetje hierin. In dit geval heeft de campagids zeker wel niet te veel beloofd. En die geur, nou ja, die hebben jullie niet, maar het ruikt hier naar gebakken wafels en noem maar op. Maar ik weet nog niet waar het vandaan komt. Als de zon weg is en de wind een beetje op gaat zetten, dan wordt het ook alweer frisjes. Maar bij dit soort uitzichten hier is het nog niet zo erg. Kijk eens aan de kathedraal, we hebben ze gevonden. Interessant, mooi. Het bouwwerkje. En nog weer een mooi pleintje ervoor. Deze stad die stikt van kleine leuke pleintjes. Aan de achterkant van de kathedraal is ook weer een gebouwtje. Vraag me niet wat het is, maar het ziet er in ieder geval leuk uit. En ook deze weg leidt ons weer richting een pleintje. En nog steeds op de zoek naar een cafeetje waar wij tapas kunnen eten. Of hoe heet die andere dingen, Kaartje? Pinkos? Of Pintos of Pinkos. Pinchos. Nou, ik weet zeker, wij vinden wel iets. Maar zoals dat hier uitziet, denk ik, dat hoort ook weer bij de universiteit. Ook hier kunnen we naar binnen kijken, dus wij gaan eventjes op de hoekje. Nou, dit is gewoon een ander kerkje. Even leuk om te zien, maar niets bijzonders om langer te gaan blijven. Nou, dat geurenbekentenis. Tapas wordt het weer niet vandaag. Tenminste, niet tapas vanuit een restaurant in Spanje. Maar wel tapas uit de restaurant La Kempra Keunke. We hebben wel onderweg eventjes nog lekker broodjes gescoord. Die gaan we nog erbij doen. En verder van maken we ons wel met een lekker maaltijdje in de camper weer. Dat is mij wel toevertrouwd, denk ik. Nu even op de zoek naar de bus richting de camper. Als we die hebben gevonden, dan gaan we een lekker gezellige avond met zelfgemaakte tapas maken en een flesje wijn erbij. En nu nog maar een beetje afscheid nemen van deze dorp, of van deze dorpstad. Het begint ook een beetje te regenen, dus wordt het ook tijd dat we even weer terug gaan. Nou, een kort ritje met de C1 buslijn. En één keer rond het Universiteitsklinicum van Centraal Astoria. Echt een knots van een gebouw. Helemaal in glas.
Ziet er best leuk uit. Zijn we nu alweer op de weg naar onze camper. Hier is de camperplek. Midden in de stad. Ik loop lekker over het gras. En hier sta je gratis en voor niks. En wie staat hier in het midden? Tussen al die mooie campertjes. Onze hutje op vier wielen. Waar we nu eventjes lekker gaan eten maken. Nou, tot zo bij het afdaten. En nog even 5 minuten. Nou, wie hoort er even na 15 minuten werken in de keuken. Is onze tapasbuffet in de camperkeuken gereed. Neem maar een kijkje. En wat schuift de pot vandaag? Ik denk dat kan zich zo sommige Spanjaard wel een voorbeeld aan nemen van hoe lekker zou tapas kunnen zijn. Van worst of guacamole-achtig, tomaten met sardientjes. Allemaal lekkere dingetjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk!